Ja, Greet. Tanja! Ben groot nieuws, hè? Yes, Woehoe! yes, yes. Wij waren vorige week aan zee. En ik nam mee. Nee. Een goed humeur en een goed idee. Nee, vertel eens. Ja, we zijn tot de conclusie gekomen dat we met heel wat prangende vragen zaten uit onze eigen beroepscategorie. Bijvoorbeeld, als ik vragen heb over mijn beroepscategorie, dan vraag ik dan een keer tegen mijn man Koen, maar daar kan hij niet op antwoorden. En als ik dat dan vraag aan andere ondernemers niet uit mijn beroepscategorie, dan krijg ik daar niet echt een goed antwoord op. Dus ja, we hebben samen de koppen bij elkaar gestoken, hè, Greet? En we zijn tot de conclusie gekomen, weet je, als het niet bestaat, dan gaan we het zelf doen, hè? Yes, en dat is inderdaad de idee. Dus wat dat we besloten hebben, dus ik ook, hè, dus ik ben op zoek of ik was op zoek naar een platform waar dat ik met mijn cases, mijn uitdagingen waar dat ik mee zit, dat ik daarbij terecht kon. En ik kan natuurlijk wel bij de Brandon gaan en ik kan natuurlijk bij de Lieven gaan, hè, of bij mijn man dus, of bij andere mensen, ondernemers. En toch merk ik, ja, dat is toch nog altijd net iets anders dan als je echt met een gelijkgestemde ondernemer kunt sparren die uit diezelfde sector komt. En een goede Belg, hè? Een goede Belg die daar ook kan mee over sparren. En ja, ik vond dat precies niet. Dus in andere networking-omgevingen vond ik het niet onmiddellijk terug. Wat ik ook op zoek was eigenlijk iets plezants, hè? Dat het een beetje fun is, hè? Sommige van die netwerkdingen zijn zo serieus. Ja, ik vind dat ook. Ja. Dus voilà. Dan hebben wij besloten om dus een heel nieuw concept in de wereld te zetten. Alleen misschien bestaat het al uit, maar wij hebben het niet gevonden. Dus hebben we gezegd van, kom jongen, gaan met de banaan. Dus wat is het concept, Sam? Ja, vertel een keer. Dus ja, het concept is, de eerste open tafel dat we lanceren is effectief voor solo-ondernemers. Hey, we hebben nog heel wat in petto, maar bon, we beginnen bij het begin, solo-ondernemers. Solo-ondernemers die minimum 3 jaar als ondernemer actief zijn, dat is een hele belangrijke. Iedereen kan inschrijven. Wij gaan achter de schermen wel de match gaan doen. Hè. Trekt u dat niet aan, dat komt allemaal in orde. Maximum 24 deelnemers per open tafel. Hè, want het is ten eerste, het is online gedeeltelijk. En het moet een beetje cozy blijven, hè, laat ons zo zeggen. Dus er zijn. De eerste kick-off is 23 maart. Hè. Het is telkens op een dinsdag. Vervolgens hebben we 4 online meetings. Hè. En de laatste mocht jij verklappen, Greet. Yeah, een spetterend live event. Woehoehoe. Ik denk dat veel mensen zitten te wachten op een feestje. Dat wordt een feestje, daar ben ik zeker van. Nu, 23 maart gaan we starten om met onze eerste open tafel. En de open tafel is eigenlijk een traject, hè? Dus een traject van 6 sessies, 1 kick-off sessie, waar dat we gaan kennismaken met die 24 mensen. Daar gaan we dan ook bepalen, oké, dit zijn de subgroepjes. Want het is belangrijk dat we met subgroepjes gaan werken, waar dat je mee verder gaat werken de komende sessies. En die subgroepjes, daar is belangrijk natuurlijk dat dat gelijkgestemde ondernemers zijn van dezelfde beroepscategorie, om het zo te noemen, of dezelfde sector. En het concept is ook dat het is een beetje mastermind-principe, hè? Dus met die kleine groep, je hebt een bepaalde case, vraag, challenge, whatever, die je wilt bespreken, wel, die leg jij op tafel en die andere mensen die de sector dus goed kennen, die gaan mee hun kennis, ervaring, tips, tricks delen, zodat jij een oplossing vindt voor uw case. En zo komt iedereen aan bod, hè, van de 4. En zorgen we ervoor dat we onze business een dikke vette boost kunnen geven door samen te werken, niet als concurrenten, hè, want dat is zo outdated, hè? Zo Ja, 20th century. Hè? dat is Dus, passé, dus we gaan samenwerken met collega's, cases die je hebt gelegd op tafel, we werken er samen rond. Dat is een fantastisch concept. Het is het mastermind concept en dat werkt super, super goed. En ik heb heel veel zin om daar inderdaad mee te starten. En om het geheel wat haalbaar te houden, hebben we ook besloten om het 1 keer per kwartaal te organiseren. Dus niet elke week, zoals sommige netwerkgegevens of platformen, maar 1 keer per kwartaal.
Dus dat geeft u ook voldoende tijd om dan uw case verder uit te werken en eventueel nieuwe cases naar voren te brengen de komende sessie. Ja, want dat is ook wel, dat wil ik eigenlijk ook nog toevoegen, Greet. Het is ook wel heel belangrijk dat de ondernemer effectief met een open geest daar naartoe komt. Hè. Want uiteraard, wij geloven niet in concurrenten. Laat ons daar heel duidelijk in zijn. Maar twee, gaan we af en toe ook wat huiswerk meegeven. Of ter voorbereiding van de volgende sessie. Dus met andere woorden, het is ook een beetje een do-netwerk. Uiteraard. Het is niet zomaar lauwe kava drinken met vieze nootjes. Nee, nee. Het is trouwens ook online, zolang dat we niet met het corona gebeuren zitten. Maar het is dus niet alleen maar babbelen. Nee, nee. Het is echt wel doen en concreet werken aan een case. En ik denk dat dat super interessant is, dat we zo die combinatie hebben van en netwerken en leren en fun beleven. Daar mag wat meer gebeuren, denk ik, in het ondernemerswereldje. Dus... En als het er niet bestaat, ja, dan doen we het zelf. Hè. Voilà. All right. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt, lieve mensen. Als je aan het kijken bent, shoot. Vind het leuk, vind het niet leuk. We gaan dadelijk de gegevens hieronder zetten. Voor degene die nu denkt, oeh, waar kan ik inschrijven? Al wel, de gegevens komen erbij. Voor de mensen die zeggen, ja man, hoeveel kost dat? Wat is de investering? Wat is de investering? Wel, kijk, het is een piloot traject. Dat bestaat dus uit een kick-off, 4 online sessies en dan dat spetterend afsluitfeest. En dat pilootraject hebben we besloten om democratisch te houden qua tarief of qua investering. En dus hebben we gezegd €300 voor dat traject. En ja, nadien gaan die prijzen waarschijnlijk wel omhoog gaan, omdat we dit echt als een pilootraject bekijken. Dus wees erbij, verlies geen tijd, doe het snel en op is op. Hè. Dus vol is vol, bij wijze van spreken. Dus er zijn beperkt aantal plaatsen. Je kunt er maar 24 in. Yes. En je kunt zeggen, dat zijn allemaal marketingpraatjes. Maybe. Maar ze zijn wel echt. Hè. Ik bedoel, het is geen gelogen iets. Je gaat daar niet toe komen en plotseling zien dat je met 200 bent. En wat je ook niet gaat merken, is dat wij fake zijn. Gewoon bam, op tafel, plezant, goed, interessant en... onze business naar het volgende niveau brengen. Zeg, Greet, nog vergeten te vragen. Wat doen we met mensen die geen solo-ondernemer zijn? Yes, die kunnen ook hun gegevens bij ons nalaten. Geef ons een sms'je, bel ons, stuur ons een mailtje, maakt niet uit. Want we gaan wellicht, eigenlijk hebben we dat al half besloten, denk ik. Hè? Een volgende open tafel ook starten. En dat is dan voor de mensen die wel personeel hebben. Dus als je geen solo-ondernemer bent... en je hebt wel personeel, dan kan je je ook al inschrijven. Je kunt je misschien nog niet officieel inschrijven, maar alleszins wel al je gegevens achterlaten. Wel belangrijk, Sam, je hebt het daar straks gezegd, we zoeken wel mensen die minstens 3 jaar ervaring hebben als ondernemer. Dus niet de starters, er zijn fantastische trajecten voor starters mogelijk. Wij zoeken echt wel mensen die al even bezig zijn. Ja, inderdaad. Zo, ik denk dat dat in een notendop was, hè?